Onder het mom van beter goed gejat als slecht verzonnen gaan we een voerautomaat maken die zelf bediend kan worden door de kooi zelf. We hebben daarvoor nodig een fles, in dit geval een liminale fles, waar de hals van afgesneden is, die gebruiken we niet meer. Ook daarin zit in de bodem een gat, makkelijk om te vullen en om de spanning van de elastiek erop te houden. Wat hebben we nog meer nodig? Een kleine trechter, een moertje, een postelastiek, een kraal en wat touw. In dit geval vliegertouw is van nylon. Dan kunnen we aan de slag. We hebben nu de elastiek aan de ene kant van het koord door de trechter gehaald, zodat de andere kant, waar de kraal aan hangt, eruit hangt. De laatste stap. Haal het touwtje door de fles heen met de elastiek, zodat die hier uit het gat komt. Nou, dan komt hier de sokkenbinder. En de sokkenbinder, daar is de elastiek omheen gelegd. Ook het touwtje is er omheen gelegd, waardoor de spanning op de elastiek blijft. Op deze manier kan je ook de fles vervullen en makkelijk de elastiek op spanning houden. En zie hier de voerautomaat. Even een beugel gemaakt, speciaal voor de fles, zodat die mooi in de bak kan hangen. Nou is het afwachten. Daar hangt de kraal. Het zal wel even duren, het is allemaal vreemd.
Spannend, hè? Ja.